Welkom bij de 4.2 Zien en Horen Biocast. Een lange deze keer, want we gaan kijken naar het oog en naar het oor. En het oog zie je hier zitten. Je ziet wat onderdelen van het oog, de pupil, de iris daaromheen. Maar je ziet ook dat het oog aardig beschermd is. Door de wenkbrauwen, door de wimpers. En de traanklieren en de traanbuizen. De traanbuis die uitkomt in de neusholte. Hier zie je nog een plaatje van het oog met de spieren die aan het oog vastzitten, waarmee je het oog kunt besturen. En je ziet ook de oogholte, de oogkas, waarin het oog beschermd zit. We gaan een tekening maken van het oog. En je kunt gewoon meetekenen. En we gaan van buiten naar binnen de lagen van het oog tekenen. De buitenste laag, dat is het harde oogvlies. Daarbinnenin, het rode, is het vaatvlies. En de binnenste laag is het eigenlijke zintuig, het netvlies. De voorkant van het harde oogvlies is het horenvlies. Dat is doorzichtig en daarom heeft het een andere naam, het horenvlies. Het vaatvlies loopt door in de iris. Daar zitten dus ook de bloedvaatjes in. Het gat waar de iris niet op elkaar aansluit, heet de pupil. Het ziet er zwart uit, maar eigenlijk is het alleen een gat waardoor je in een donkere ruimte kijkt. Achter de iris vind je de lens. Die zorgt ervoor dat het scherpe beeld op het netvlies geprojecteerd wordt. Dan hebben we hier nog het zwarte. De oogspieren, waarmee je het oog kon bedienen. Dit is de plek waar de oogzenuw vast zit, dus dat is de blinde vlek. En recht achter de pupil, daar zit de gele vlek. En dit is het glasachtig lichaam, de ruimte die het oog opvult. En hier zie je onderin het netvlies zitten. En daarop zie je de staafjes en de kegeltjes zitten. En je ziet de uitlopers van de zenuwcellen lopen. Het licht komt in deze tekening van boven. Ik heb dat plaatje nog een beetje uitgewerkt. Hier zie je het netvlies weer. En dit zijn de staafjes. De zintuigcellen die werken als het donker is. En hier zijn de kegeltjes, de zintuigcellen die werken als het licht is. Daarmee kun je dus ook kleuren zien. Met de staafjes kun je dat niet. Zie je alleen grijs, licht en donker. Die zenuwcellen zitten aan elkaar vast. En dan zie je hier dat de verschillende staafjes die werken samen. Die moeten ook werken als het donker is. En de kegeltjes, die hoeven niet samen te werken. Die geven stuk voor stuk een signaal door aan de hersenen via de uitlopers van de zenuwcellen. En dan komt hij terecht bij de oogzenuw. En die gaat door het netvlies heen. Want ook hier weer, het licht komt van boven. Dus dat betekent dat het licht eerst door de zenuwen en de zenuwuitlopers komt. En dan tussen de staafjes en de kegeltjes doorvalt. De gele vlek is de plek, die had je al gezien, die recht achter de pupil zit. Daar zitten alleen maar kegeltjes. Daarmee kun je dus supergoed zien en ook kleuren zien. De blinde vlek is de plek waar die oogzenuw door het netvlies heen gaat. Daar zitten geen zintuigcellen, dus kun je ook niks mee zien. Oogzenuw zie je daar lopen. Het grappige is dat de vlinder die daar rechtop vliegt, dat het beeld van die vlinder op het netvlies geprojecteerd op zijn kop staat. Je hersenen zorgen er weer voor dat dat beeld wordt omgedraaid, dus dat je het op de goede manier ziet. Dit is hoe je oog eruit ziet op een zonnige dag. Je ziet dat de pupil vrij klein is. En hier zie je dat de pupil veel groter is. Dat is wanneer het donker is. De lensbandje, het straalachtig lichaam, wordt dan groot en trekt de pupil veel groter. Als er weinig licht is, komt er zo toch meer licht in je oog. En bij de linkerbovenkant, daar is je oog goed beschermd tegen het vele licht, de pupilreflex. Het scherpzien, het accommoderen, gaat op een wat vergelijkbare manier. Je hebt daar het roze, een kringspier, en je hebt de lensbandjes daaromheen zitten. In dit geval is die kringspier ontspannen,
Dus het is een grote opening en de lensbandjes trekken de lens dan plat. Dit is zoals je lens eruit ziet als je naar iets kijkt dat ver weg is. Omgekeerd, als je iets gaat kijken wat dichterbij is, dan trekt de kringspier samen, dus wordt die kleiner en dikker. En de lensbandjes ontspannen en de lens wordt vanzelf bol. Dit is wat je doet als je dichtbij kijkt. Zo ziet dat eruit. Je kijkt naar iets wat ver weg is. Als het dichterbij komt, dan zou het beeld achter het netvlies vallen. Om te zorgen dat het beeld toch op het netvlies valt, wordt de lens van vorm veranderd. Nog even terug. Hier zie je hem weer. Wordt hij van vorm veranderd en valt het beeld toch op de goede plek. We gaan een tekening maken, in dit geval van een oor. En nu zie je de vorm al komen. Dit is de oorschelp. Je ziet de gehoorgang. Je ziet daar ook de oorsmeerkliertjes zitten. En aan het einde van de gehoorgang zit een vlies, een trommelvlies. Daarachter zit de hamer, een klein botje. Het aanbeeld, ook een klein botje. En de stijgbeugel, ook weer zo'n klein botje. Het slakkenhuis ligt daarachter en in dat slakkenhuis zit het eigenlijke zintuig van je oor. De trommelholte, de ruimte waarin die gehoorbeentjes zitten. Je ziet de buis van Eustachius, de verbinding met de neusholte. En hier zie je de gehoorzenuw. Ook deze tekening moet je kunnen maken en de onderdelen moet je kunnen herkennen in een tekening. Hier zo'n staartje waarvan het van 0 tot 140 decibel gaat. Als je in een park zit en het is heel stil, nou dan moet je in Nederland al wel echt een stille plek hebben, dan zit je onder de 10 decibel. De huiskamer waar de tv aan staat zit tussen de 20 en de 30 decibel. Een kantoorruimte met een kopieerapparaat tussen de 50 en de 60. Een fabriekshal, nou dan kom je toch al in de buurt van de 80, 90 decibel. Je ziet dat die mensen daar ook gehoorbescherming dragen. Een kangohamer waar die man mee in de straat staat te boren, 100 decibel. En een rotje, dat komt in de buurt van de beschadiging van je gehoor. Trouwens, beschadigen van je gehoor. Weet je dat 10% van de jongeren op de middelbare scholen al gehoorbeschadiging heeft opgelopen? Door iPods en mp3's die te hard staan. Ik wil met jullie nog kijken naar oogproblemen. Die zijn er op verschillende vlakken. Het belangrijkste is diegene waar je een bril voor hebt. We kijken al naar het oog en het accommoderen van de lens. Soms zit het probleem niet in het accommoderen van de lens, maar in de vorm van de oogbol. Als je oogbol namelijk iets te kort is, dan valt het licht ook achter het netvlies en zie je niet scherp. In dat geval ben je verziend. Daar kan wat aan gedaan worden. En namelijk een bolle lens die wordt geplaatst voor het oog. En die bolle lens zorgt ervoor dat de lichtstralen iets extra worden samengeknepen, samengebundeld, voordat ze op de lens vallen. En dat zorgt er weer voor dat het beeld dan toch op het netvlies geprojecteerd wordt. Het omgekeerde kan ook. Dan is je oogbol te lang. Het beeld valt er nu voor. Je bent dan bijziend. En je hebt een bril met holle glazen nodig. En als je die krijgt, zorg ervoor dat het beeld iets verspreid wordt. En dan kan het door je lens weer worden samengevoegd. En dan valt het weer precies op het netvlies. In dit geval was je dus bijziend. Dan zie je kleuren als het goed is. Maar je hebt kegeltjes voor de kleur rood. Kegeltjes voor de kleur blauw en kegeltjes voor de kleur groen. En de reden dat je toch verschillende kleuren kunt zien, behalve rood, groen en blauw, is dat die kegeltjes met elkaar samenwerken. Zo worden de kleuren gemaakt. Maar er zijn mensen die niet alle drie de soorten kegeltjes hebben, of in ieder geval werken ze daar niet alle drie. En dan heb je moeite om te zien wat hier geprojecteerd staat. Dit soort testen worden gedaan om te kijken of je kleurenblind bent of niet. Als je deze cijfers kunt zien, dan ben je niet kleurenblind. Dit was hem alweer.
de 4.2 en de oogproblemen Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.